Goedemiddag, we staan hier bij de proeftuin voor regeneratieve landbouw in Noord-Holland in het dorpje Ursem. Naast mij staat Joost Mulder van Mulder Agro uit Kolmerswaag, een van de specialisten op het gebied van bokashi. Nou, voor de mensen die nog niet weten wat bokashi is in feite een afgedekte, gefermenteerde vorm van organische stof. Het is geen compost, maar we gaan het nu fermenteren. Nou, hoe dat in elkaar steekt, daar ga ik iets vragen aan Joost Mulder. Joost, ik heb een paar vragen voor jou. Hoe maak je dan eigenlijk die bokashi? Nou, wat Sietse al zegt, het is inderdaad afgedekt. Dus we maken eigenlijk de vergelijking met een kuilhoop zoals een veehouder doet. Dus we willen eigenlijk de fermentatie stimuleren. Dat houdt inderdaad in luchtdicht afsluiten. Dus je maakt een hoop met organisch materiaal van een bepaalde samenstelling. En dat dek je af met in de meeste gevallen plastic, zodat het dus mooi afgedekt is. En dan gaat het fermenteren. Oké, Joost. En hoe lang moet het gaan? We hebben ook in kuilen bijvoorbeeld, doen we ook onder plastic. Maar hoe lang moeten we dit gaan fermenteren? Ja, nou, de lengte is een beetje afhankelijk van wat voor materiaal erin zit. Maar standaard houden we aan 10 tot 12 weken. Heb je de tijd en is het bepaald taai materiaal, dan zou ik liever zeggen, nou, hou hem wat langer. Maar minimaal 10 tot 12 weken. En dan is het gebruiksklaar, zeg ja. maar. Ja, oké. Okay. Horen we ook vaak van gebruikers van bokashi, de onkruiddruk. Ja, hoe zie jij dat in relatie tot bokashi, die onkruiddruk? Ja. Wat kun je daar tegen doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Die wordt vaak ook vrij snel gesteld al. Bepaalde zaden die zijn natuurlijk taai. Het is zo dat in die fermentatie, door de zuren die ontstaan, worden die zaden aangetast. Daarbij, mocht een kiempje gaan kiemen in de bult, er is geen licht en er is geen zuurstof. Dus die zal zichzelf eigenlijk kapot kiemen. Dus we zien, er zijn al heel wat onkruidkiemtoetsen gedaan. En dan zien we heel graag natuurlijk 100% afdoding. Nou goed, dat kunnen we niet garanderen. Maar ik zou zeggen, als we mits goed gemengd en de lengte goed aanhouden, dan kunnen we heel goed die onkruiden inderdaad afdoden in de bult. Weet je zeker dat er bepaalde oliehoudende zaden in zitten, dan zou ik zeker die lengte wat doortrekken, dus liever misschien wel een half jaar laten zitten. Ja, want fermentatie, het is heel wat anders dan compost. Vanmorgen zag ik toevallig nog, en er wordt veel gras gemaaid door de overheden, een bermgras. En ik zag bij het Friese Anjem een hele mooie bult die erover rookte. Dus compost, dat is eigenlijk een heel warm proces. Dat is bokashi maken helemaal niet dus. Nee, we willen juist eigenlijk die temperatuur laag houden, dat het eigenlijk naar maximaal 40 graden wordt. En het is dus niet de temperatuur die maakt dat die zaden kapot gaan. Dat is het, hè? Ja. En we zien eigenlijk dat netto wat we erin stoppen, proberen we er ook uit te halen. Dus een veeboer weet goed, als ik broei heb in mijn kuil, dan heb ik verlies van energie. Ja, we maken een beetje de parallel tussen veevoeding en bodemvoeding. Ja. Dus eigenlijk alle energie die in het product zit, probeer te behouden. En dan proberen we alle voedingsstoffen te behouden. Heel goed, Joost, we gaan het proberen. En eigenlijk het proces van bokashi maken, het klinkt heel simpel. We gaan wat organische stof gaan we in een bult aanleggen. Maar hoe leg je dan zo'n bult aan? Hier vlakbij bij het bedrijf waar we nu staan, Kees Schaap, ligt ook zo'n bult. Maar hoe maken we dat eigenlijk? Hoe zorgen we dat het bokashi proces wat je net schetst, dat dat ook goed gaat verlopen in die 10 tot 12 weken? Nou, we hebben een paar spelregels. In het begin is het eigenlijk belangrijk om te weten wat is de CM-verhouding van het product wat je hebt. We streven naar een CM-verhouding van 20 tot 30. Dus eigenlijk 30 delen koolstof, 1 deel stikstof. Nou, heb je bijvoorbeeld gras, dat heeft van zichzelf een mooie verhouding wat goed wil fermenteren. Mm-hmm. Heb je stro bijvoorbeeld, daar zit heel veel koolstof in, daar moet dus wat stikstof bij. Nou, dan kun je dus eventueel een mengsel maken. Zou je dat uit mest halen ook? Of? Ja, dat zou je kunnen mengen. Dat is wel in praktisch van hoe doe je dat. Maar je kunt inderdaad een mengsel maken van stro met mest. Je zou ook een mengsel kunnen maken met gras daarbij. Dus eigenlijk de groene delen bevatten vaak meer stikstof en de bruine delen meer koolstof. En daar kun je mee spelen. En mits je de middelen hebt, dan kun je prima mengen. Dan kun je het inkuilen in een kuilhoop. Je kunt ook gebruik maken van een slurfsysteem, zodat het ingeslurfd wordt. Dat wordt ook wel gedaan met bladeren, bij gemeentes bijvoorbeeld. Maar dan heb je in ieder geval een mooie methode om het ook enigszins mechanisch praktisch te maken. Kijk, nou, dankjewel Joost. Ik denk dat we zo al een heel stuk meer weten over bokashi. Maar goed, voor toepassing en het maken van, heeft u daar nog vragen over? Mulder Agro is dagelijks bereikbaar in Kolmerswaag. Dank u wel.